hiermee? Ik wil niet meer, ik wil niet meer, ik wil geen handjes geven. Ik wil niet zeggen elke keer, je wel mevrouw, je wel meneer. Je wel mevrouw, je wel meneer. Nee, nooit meer in mijn leven. Ik hou mijn handen op mijn rug en ik zeg lekker niks terug. De tekst Ik ben lekker stout komt uit 1955 en is van de hand van Annie M.G. Smit. En het gaat over een kind dat allemaal dingen wil doen die door volwassenen worden afgekeurd. Smit kunnen we zien als de belangrijkste schrijver van kinderliteratuur uit de jaren 50. Met verhalen en gedichten die uitblinken in humor, tegendraadsheid, anekdotes. En die soms zich wat afzetten tegen het burgerlijke en zelfs anarchistisch zijn. Maar een moraal is soms ook gewoon heel erg aanwezig. Denk maar aan Jip en Janneke die altijd zo braaf zijn naar hun ouders. Diezelfde jaren 50 kun je zien als het startpunt van het volwassen worden van de kinderliteratuur. De verhalen die verschenen gaan echt over een kinderwereld. En voor het eerst wordt er een prijs in het leven geroepen om het beste kinderboek te bekronen. De voorloper van de Gouden Griffel. Kinderliteratuur is momenteel groter en belangrijker dan ooit. Er verschijnen honderden kinderboeken per jaar. We hebben een kinderboekenweek en internationaal succesvolle kinderboeken worden stevast verfilmd. Voor veel volwassenen betekenen kinderboeken ook een enorm warm gevoel van nostalgie. Wat was jouw favoriete kinderboek of kinderboekenschrijver toen je klein was? In deze video ga ik terug naar het ontstaan van het genre van kinderliteratuur in Nederland. En daarvoor moeten we onder andere terug naar een dichtbundel uit de 18e eeuw. De naoorlogse kinderliteratuur zoals die van Annie M.G. Smit kunnen we zien als een soort emancipatiegolf qua toon en inhoud. Want in de twee eeuwen daarvoor worden boeken van kinderen vooral gekenmerkt door een hevige moraliserende en pedagogische toon. Met kinderen die heel erg braaf zijn. En de lezers moesten vooral niet te veel geconfronteerd worden met de harde werkelijkheid. Lijnrecht tegenover het stoute kind van Annie M.G. Smit staat bijvoorbeeld brave Hendrik van Nicolaas Anslijn. Kent gij Hendrik niet, die altijd zo beleefd zijn een hoed afneemt als hij voorbij gaat? Vele mensen noemen hem de brave Hendrik omdat hij zo gehoorzaam is en omdat hij zich zo vriendelijk jegens ieder gedraagt. Hij doet nooit iemand kwaad. Er zijn wel kinderen die hem niet lief hebben. Ja, maar dat zijn ook ondeugende kinderen. Alle brave kinderen zijn gaarne bij Hendrik. Kinderen die met Hendrik omgaan worden nog braver, want zij leren van hem hoe zij handelen moeten. De brave Hendrik komt uit 1810 en is een leesboekje voor jonge kinderen. Die overdreven goedheid en braafheid werkt tegenwoordig natuurlijk vooral op onze lachspieren. Maar je moet je realiseren dat aan het begin van de 19e eeuw dit soort literatuur voor kinderen nog niet zo lang bestond. Kinderliteratuur komt tot bloei aan het einde van de 18e eeuw. De eeuw van de verlichting, wanneer ook het idee van pedagogiek vorm krijgt. Kinderboeken worden dan voornamelijk gezien als nieuw middel om pedagogische ideeën uit te voeren. Lezen als opvoedmiddel. Het bijzondere is dat we één boek kunnen aanwijzen dat echt een omslag betekende in de Nederlandse literatuur op het gebied van kinderboeken. En dat boek is Proeven van kleine gedichten voor kinderen uit 1778 van Hieronymus van Alphen. Denk niet, lieve speelgenoten, dat de tijd mij heeft verdroten toen ik gisteren zat alleen. Die vermaak heeft in het lezen hoeft geen eenzaamheid te vrezen, maar is altoos wel tevreden. Toch is deze Hieronymus van Alphen heus niet de eerste die een boek maakte dat gelezen werd door of voorgelezen werd aan kinderen. Al voor 1778 waren er leesboekjes, prentenboekjes met volksverhalen, kinderbijbels, sprookjes, schrijfboeken, raadselboeken en boekjes over hoe je je moest gedragen. Maar het klinkt natuurlijk wel lekker om te kunnen zeggen dat er een echte start is van de Nederlandse kinderliteratuur. En dat is het ook wel een beetje, maar dan heeft het vooral te maken met het doel van de tekst, het belang van de pedagogische lading en het beeld dat de makers hebben van het kind. Je zou kunnen stellen dat door de eeuwen heen kinderboeken laten zien hoe volwassenen naar het kind kijken. En in de 18e eeuw is het kind voor het eerst een literaire doelgroep. Terwijl in de eeuwen daarvoor kinderen het moesten doen met de teksten die ook volwassenen lazen. Van Renette Vos tot aan Tel Uilenspiegel, van Robinson Crusoe tot aan zelfs pornografische werkjes. Dat kon zo niet langer. Met al die verschrikkelijke verhalen over gevaren, over gemeende mensen en met dubbelzinnige opmerkingen zou de jeugd nooit kunnen opgroeien tot deugdzame burgers. En zou onze samenleving nooit de perfectie kunnen bereiken. Althans, dat dacht men. Dit soort ideeën die typisch zijn voor de verlichting stammen al uit het einde van de 17e eeuw. Wanneer de Engelse filosoof John Locke zijn ideeën uiteenzet over een kind als een tabula rasa. Oftewel een onbeschreven blad dat door educatie en opvoeding de goede kant op kan worden gewezen. Een kind moet daarbij al spelend leren. Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen. En waarom mij dan het leren vervelen? Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak.
Mijn hoepel, mijn priktol, vooral ik voor boeken. Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken. Het is wijsheid, zijn deugden, naar welke ik haak. Later in de 18e eeuw had ook de Franse filosoof en schrijver Jean-Jacques Rousseau veel invloed op de pedagogische ideeën binnen de verlichting. Uit zijn roman Émile ou de l'éducation komt het beeld naar voren van een kind dat van nature goed is, maar door de samenleving bedorven kan worden. Ieder mens heeft een uniek karakter en heeft vrijheid en verbondenheid met de natuur nodig. Toch had Rousseau in Nederland niet heel veel directe invloed. En dat kwam wellicht doordat een humanist als Erasmus en de christelijke schrijver Jacob Cats in de eeuw ervoor al hadden gepleit voor een kindvriendelijke opvoeding op basis van een positieve benadering en niet enkel op basis van straffen en dwang. De belangrijkste invloed op de kinderliteratuur lijkt in de 18e eeuw vanuit Duitsland te komen, van de filantropijnen. Een beweging die pedagogische handboeken schreef en die geïllustreerde tekstboeken voor kinderen maakte met een dikke, vaak christelijke moraal met als doel de kinderen op te voeden tot de ideale burger. Zou ik mijn tijd besteden aan duizend nietigheden? Ik heb daar geen voordeel van. Mijn lessen wil ik leren, mijn meesters zal ik eren, dan word ik haast een man. De Utrechtse advocaat Hieronymus van Alva had al enkele christelijke dichtbundels geschreven toen hij plotseling literaire roem vergaarde met zijn dichtbundel voor kinderen, met pedagogische gedichten die hij voor zijn eigen kinderen had geschreven. Kleine rijmpjes met enige nuttige waarheden die de kinderlijke vatbaarheid niet te boven gaan en bovendien makkelijk te onthouden waren. Geduld is zulk een schone zaak om in een moeilijke taak zijn oogwit uit te voeren. Dit zag ik laatst in onze kat die urenlang gedoken zat om op een rat te loeren. Ze ging niet heen voor zij de rat gevangen in haar klauwen had. En bij Van Alphen gaat het dus ook om het belonen van het goede. De situaties zijn herkenbaar voor een kind met poezen en hondjes. En het geschetste leven bevat een zekere vrolijkheid, waarbij je ouders je beste vrienden zijn. In de gedichten komen brave kinderen voor die hard werken, die God eren en die heus wel eens iets fout doen, maar dan wel de waarheid vervolgens spreken, omdat dat nu eenmaal het beste is. Het meest bekende gedicht is De Pruimenboom over Jantje die krijgt wat hij wenst door naar zijn vader te luisteren. Jantje zag eens pruimen hangen, o als eieren zo groot. Het scheen dat Jantje wou gaan plukken, schoon zijn vader het hem verbood. Hier is, zei hij, nog mijn vader, nog de tuinman die het ziet. Aan een boom zo vol geladen mist men 5, 6 pruimen niet. Maar ik wil gehoorzaam wezen en niet plukken, ik loop heen. Zou ik om een handvol pruimen ongehoorzaam wezen? Nee. Voort ging Jantje, maar zijn vader, die hem stil beluisterd had, kwam hem in het lopen tegen vooraan op het middelpad. Kom mijn Jantje, zei de vader, kom mijn kleine hartendief. Nu zal ik u pruimen plukken, nu heeft vader Jantje lief. Daarop ging papa aan het schudden, Jantje raapte schielijk op. Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen en liep heen op een galop. Het succes van de dichtbundel van Van Alphen, overigens bevatte de eerste drukken nog geen illustraties, die was groot en al snel resulteerde het in een vervolgbundel en ook andere schrijvers kwamen snel met rijmpjes en liedjes voor kinderen. Niet voor alle kinderen, want deze boeken waren niet goedkoop en dus vooral bedoeld voor kinderen van de gegoede burgerij. In de eeuwen na zou men gaan twijfelen aan het nut en het doel van dit soort moraliserende kinderboeken en vroeg men zich af of het uiteindelijk niet meer een boek voor ouders was. Zo schreef Multatuli bijvoorbeeld 100 jaar later. En de inhoud, deze is vals, onwaar, oneerlijk. Die Van Alphen schreef niet voor kinderen, hij schreef voor ouders. Voor zijn beoordelend en kopend publiek. Hij legt zich er niet op toe, nog om Pietje en Jantje te behagen, nog om Pietje en Jantje beter, wijzer enzovoorts te maken. Wat dan ook niet lukken zal. Ook voor wat oudere kinderen verschenen aan het eind van de 18e eeuw boeken, zoals Catechismus der Natuur van predikant J.F. Martinet, die speciaal voor jonge kinderen een bewerking maakte met de titel Kleine Catechismus der Natuur voor kinderen. Het zijn boeken om van te leren, waarin hun meester en zijn leerling de natuur ingaan en via een vraag-antwoord gesprek hebben ze het over de natuur en over de schepping van de wereld. Waaruit groeien de planten? Uit zaden, die in fraaie zaadhuisjes klein besloten liggen. En waardoor worden zij groot? Door de lucht en het voedsel, dat is door de vochten des gronds die in de zeer kleine openingen der wortelen indringen. Hebben zij ook licht nodig? Zekerlijk, want in het donker sterven zij. Een ander noemenswaardig boek verscheen in 1782 van de hand van de Nederlandse schrijfster Margaretha Geertruiden Cambon van der Werken, die een kinderboek schreef dat een internationale bestseller werd, De Kleine Grandison of De Gehoorzame Zoon. Hierin gaat de 12-jarige Willem uit Nederland logeren bij de familie Grandison in Londen. Het gezin bestaat uit 2 ouders, hun dochter Emilia en 2 jongens. De 13-jarige Karel, die het toonbeeld is van braafheid en sympathie, terwijl zijn oudere broer Eduard nogal vervelend en ongehoorzaam is. Wij waren deze morgen al voor 2:30 uren in het veld, mama, om gelijk ik gezegd hebben de zon te zien.
Eduard wilde niet mede. Hij sliep liever. Foei, dat is wel lui wezen. Hij wordt alweer ondeugener. Het is hem al vergeten naar het schijnt dat God somtijds de ongebonden kinder straft. Hoewel de schrijfster waarschijnlijk de bedoeling had om aan de hand van Eduard te laten zien dat je maar beter braaf kan zijn zoals Karel, kun je afvragen of het succes van het boek niet ook een beetje zit in die ongehoorzame jongen. De kleine Grandison werd vaak herdrukt en werd in verschillende talen vertaald. Het boek sloot bovendien aan op een literaire vernieuwing uit de 18e eeuw. Het was namelijk geschreven als een briefroman. Het bestaat dus uit brieven van voornamelijk Willem aan zijn moeder, die stevig eindigen met een nogal kleffe afsluiting. Ik kus u eerbiedig de hand, lieve mama. De tijd begint te naderen dat ik u zelf zal mogen omhelzen en verzekeren hoezeer ik ben uw gehoorzame zoon. In hetzelfde jaar als De Kleine Grandison verscheen er een andere Nederlandse briefroman die we als een hoogtepunt kunnen zien in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Het is een verhaal van het schrijversduo Betje Wolf en Aagje Deken over het pubermeisje Sarah dat de grenzen van haar vrijheid opzoekt en verliefd wordt op de verkeerde man. Een boek voor de wat oudere kinderen, voor jongvolwassenen, zeg maar een young adult avant la lettre. Maar meer daarover in een volgende video. En ik wil op de canapé met hele vuile schoenen. En ik wil altijd zeggen nee. En ik wil met de melkboer mee. Zij wil met de melkboer mee. En dan een paardje zoenen. En dat is alles wat ik wil. En als ze kwaad zijn, zeg ik. Bee!